In de club is het bloedheet. Kom staan maar bij mij dan. Want mijn ketting is kouder dan IJsland. En daar sta ik dan met de man die nog steeds super hard gaat. En nog harder gaat waarschijnlijk dit jaar dan ever van tevoren. Want ik heb begrepen dat je gaat op tour. Ja man, ik ga eindelijk mijn eerste tour doen. Ik heb daar lang mee gewacht. Ook omdat ik gewoon iets wou leveren waarvan ik dacht van het moet gewoon wauw zijn. En ik denk dat ik nu op een punt ben dat ik dat kan leveren. En we gaan gewoon toeren man. Heerlijk, ik zag ook Utrecht dus staan, maar ook België. België ook, ja tuurlijk. Ik heb veel fans in België ook. Dus ja. we twijfelden tussen Brussel en Antwerpen. En uiteindelijk is het voor Antwerpen hebben we gekozen. Dus ja, we gaan er gewoon wat moois van maken man. Is dat ook niet iets spannender voor jou, denk je, dan alle shows die je eromheen doet? Ja, zeker, zeker. Want wat het ook is, deze show wordt echt next level. En ik ga dat niet zomaar zeggen, weet je. Dit is een hele andere show als wat je normaal van mij ziet. Dus tuurlijk heb ik een gezonde spanning, maar ik weet zeker dat ik het ga killen, man. Dus kom allemaal naar me toe, je weet zelf. Bang. En vandaag de Omai. Het is hier ontzettend druk. Gezelligheid, het zonnetje zit mee. Hoe is dat dan voor jou om voor zo'n publiek hier te staan? Ja, kijk, ik heb vandaag 5 shows en ik begon met deze. Dus dit is mijn eerste show. En als je dan gelijk zo'n show pakt die gelijk zo lit is, geeft mij ook energie en kracht om vandaag de hele dag door te gaan. Maar ik stond hier vorig jaar ook, toen was het ook fucking lit. Dus ik zeg je eerlijk, ik heb echt respect voor deze festival, man. Ja, man. Je tracks die je hebt uitgebracht, ineens na de Ramadan dacht je van, weet je wat? Ik ga niet 1 track uitbrengen, maar we gaan er gewoon een aantal doen. Met Busy, die gaat super hard. Let op je vrouwtje, want ik heb er in mijn mobiel. Mobiel. Pussy nigga, kom niet met je drama. Herken de stijl, ik ben de vader. Niggas kunnen mij niet aanraken. SBMG gaat super hard. Het is voor jou natuurlijk gewoon extra genieten deze tijden. Ja, tuurlijk. Kijk, de eerste half jaar moet ik eerlijk zijn dat ik niet heel veel heb uitgebracht. Ik heb 2 tracks, echt singles uitgebracht. Dat was Sufi en een antwoord. Die zijn wel alle 2 nummer 1 hits geworden. Dus, maar ik zei al, ook tegen mijn fans, na de Ramadan ga ik knallen. Ik heb nu al 3 tracks uitgebracht, volgens mij in 2 weken. Lit, dus met videoclip. Drama is een nummer 1 hit geworden. En volgende week komt een clip met Algerino. En 13 juli komt er weer een clip met de top van Nederland. En ik denk, als ik persoonlijk eerlijk mag zijn, dat dit de grootste hit van het jaar gaat worden. Ja? Niet zomaar, echt waar. Ik ken jou, jij zegt dat soort dingen zeker niet zomaar. Niet zomaar iets zeggen, nee. Waarom denk je dat sowieso de hit gaat worden van dit jaar? Sowieso de namen die erop staan, en dat kan ik helaas niet verklappen, het is echt een verrassing. De namen die erop staan is gewoon top en de liedje, de track zelf. Okay. Ik ben niet zo vaak dat ik denk van, maar deze is niet normaal. Ja. We kunnen sowieso niet wachten. Je ketting, die shine natuurlijk altijd, maar nu met de zon. Ik moet gewoon een zonnebril hebben voor deze gewoon. Zon is er eindelijk, man. Ik heb lang op gewacht in de winter. Shane die ook wel, maar niet zo hard, weet je. Ik moest eigenlijk mijn grill ook indoen, maar ik dacht, fuck it, man, vandaag. Er is gewoon echt zonnebrillen nodig, alleen maar bij jou in de buurt te komen. Daarom zeg ik ook in die track van SBMG, ik zeg, je weet toch, in de club is het bloedheet. Kom, sta maar bij mij dan. Want mijn ketting is kouder dan IJsland. Snap je dat? Bra. En daarmee ronden we af. Nog een laatste woord voor je fans, boe. Nee, SO naar Phoenix. Je weet dat show altijd liefde. Ik show liefde terug. SO naar mijn fans. Ik hou van jullie. Bang, bang.